gravitatiekracht, een kracht van gravitatie. In het Engels betekent gravitation zwaartekracht. En zwaartekracht ken je wel, dus dan moet de gravitatiekracht ook wel lukken. We gaan snel van start. Dit hebben we al eerder gezien. De maan die rondjes draait rond de aarde. Maar stel dat er geen gravitatiekracht was. Tja, wat dan? Juist, dat gebeurt er. Maar in het echt gebeurt dat natuurlijk niet. Maan en aarde trekken elkaar aan. De aarde trekt aan de maan en de maan trekt aan de aarde. De kracht tussen de twee massa's, dat wordt de gravitatiekracht genoemd. Let op, de krachten werken vanuit de middelpunten. Waar zal de grootte van deze kracht van afhangen? Eerst hangt het af van de grootte van de massa's. Beide massa's zijn van belang. Als tweede is van belang de afstand tussen beide massa's. Let op dat de afstand tussen beide middelpunten moet worden genomen. Dit alles samen geeft dat je de gravitatiekracht kunt berekenen met G is een constante die overal gelijk is. In Binas, tabel 7, staat dat G deze waarde heeft. Dus let op dat deze gravitatieconstante niet 9,81 meter per seconde kwadraat is. Die laatste is de kleine letter g. Dat is de gravitatieversnelling. En die geldt alleen hier op aarde. De waarde van hoofdletter g is constant, ongeacht of je hier op aarde bent, of op de maan, of waar dan ook in het universum. Ook in Binas is te vinden dat de massa's van aarde en maan en de afstand tussen aarde en maan deze waarden zijn. Je kunt trouwens in Binas ook diverse andere afstanden vinden van ons zonnestelsel en andere massa's. We kunnen dus nu berekenen hoe groot de kracht is tussen maan en aarde. Dat wordt een behoorlijk groot getal dus. Dat komt natuurlijk omdat zowel aarde als maan zeer zwaar zijn. Neem iets anders. Pak eens twee pennen en houd ze vast op 1 meter afstand. Deze twee pennen hebben natuurlijk ook een massa, stel 20 en 25 gram. Dan zal ook tussen deze twee pennen een kracht aanwezig zijn, een gravitatiekracht. De berekening gaat precies gelijk aan die van tussen de maan en de aarde. We veranderen massa's en de afstand en berekenen alles opnieuw. Je ziet dat de kracht heel klein is. Gravitatiekracht is in de natuurkunde een van de fundamentele krachten. We doen even iets wat geen onderdeel is van de lesstof, maar natuurlijk wel heel interessant onderdeel is van de moderne natuurkunde. Oké, weer terug waar we gebleven waren. Stel je hebt een massa van 1 kilogram en die staat op aarde. Hoe groot is de gravitatiekracht daarop? Probeer eerst het antwoord eens uit hoofd. Daarna gaan we het eens berekenen en kijken of het goed gaat. Dus eerst even een pauze klikken. Goed. Eerst de massa van een maan weer veranderen in de massa van die 1 kilogram. En de afstand tussen beide massa's die is nu gelijk aan de straal van de aarde. Ook de massa in de formule aanpassen en de afstand veranderen en met de rekenmachine even uitrekenen. En de uitkomst is dan 9,81 newton. Maar dat had je natuurlijk al, want hier op aarde is de gravitatiekracht, wat hier de zwaartekracht is, te berekenen met F is M mal G. En dat is inderdaad uit het hoofd te doen. De planeten bewegen dus allemaal in hun eigen baan met een eigen snelheid, dankzij de gravitatiekracht. Niet alleen planeten, maar ook de diverse manen rond de planeten en ook de kometen die zo nu en dan langskomen,
doen dit onder invloed van de gravitatiekracht. Deze animatie kun je zelf nog wat langer bekijken. Behalve kijken kun je daar ook nog diverse zaken instellen. Een hele mooie instelling is bijvoorbeeld hoe het eruit ziet als niet de zon, maar de aarde in het midden zou worden gesteld. De planeten verschillen nog behoorlijk in hun omlooptijd. We zullen eens kijken waar de omlooptijd van afhangt. De middelpuntzoekende kracht. Stel je voor, de aarde die heeft een rondje om de zon. Welke kracht veroorzaakt of zorgt voor de middelpuntzoekende kracht? Dat is de gravitatiekracht. En voor de middelpuntzoekende kracht en voor de gravitatiekracht hebben beiden een formule gehad. Namelijk, voor de middelpuntzoekende kracht is dat m keer v² gedeeld door r, waarbij m de massa is van cirkelend voorwerp, ja, in dit geval dus de planeet rond de zon. En gravitatiekracht is gravitatieconstante, g, keer m1 keer m2, massa van twee elkaar aantrekkende massa's, dus planeet en de zon, gedeeld door de straal in het kwadraat. En dan zie je dus, ik heb hier de massa van de planeet en daar de massa van de planeet, dus die kan ik links en rechts wegstrepen. En ik heb hier één keer de straal, ik heb hier de straal in het kwadraat, dus ik kan daar ook wegstrepen. En dan hou je over, v² is g keer m zon gedeeld door r. We gaan nog even verder, want de snelheid bij een eenparige cirkelbeweging, die hebben we gehad. Hoe kon je de snelheid van een cirkelbeweging berekenen? Nou, dat is de omtrek gedeeld door de omlooptijd. 2πr gedeeld door de omlooptijd. Dus als dat v is, dan is v², alles in kwadraat, dan heb ik dus hier nu 2 keer v². V² is dit en v² is dat. Nou, dan is dit gelijk aan dat. Dus elkaar gelijkstellen. En dan zie je dus dat ik hier de omlooptijd kan uitdrukken. En als ik dit een beetje anders schrijf, dan krijg ik dat t² is 4π² maal r tot de macht 3 gedeeld door g gedeeld door m van zon. En ik ga hier eerst kruiselings vermenigvuldigen en daarna doe ik links en rechts delen door g en delen door m zon. Je ziet dus dat de omlooptijd afhankelijk is van de massa van degene wat in het midden staat, in dit geval de zon. En het is afhankelijk van de afstand tot de zon, maar dan wel tot de macht 3. Ja, dit is één van de wetten van Kepler. Kepler heeft een aantal wetten bedacht, uitgevonden, afgeleid. En dit is één van de wetten van Kepler. Behalve de maan cirkelen nog vele andere zaken rond onze aarde, namelijk satellieten. Voor deze satellieten geldt dat als ze een cirkelbaan beschrijven, hetzelfde als voor de planeten. Voor satellieten zijn er twee belangrijke soorten banen. Een geostationaire baan en een polaire baan. Een geostationaire baan kenmerkt zich dat de satelliet zich steeds boven hetzelfde plekje op aarde bevindt. GPS-satellieten en communicatiesatellieten zijn satellieten die zich in zo'n baan bevinden. Bij de polaire baan zit de satelliet in een baan die over beide polen van de aarde gaat. Hierdoor gaat de satelliet iedere keer over een ander stukje aarde. Satellieten die zich in zo'n baan bevinden zijn bijvoorbeeld spionagesatellieten. Tot slot nog een mooie animatie van satellieten rond de aarde. De rode, dat zijn de geostationaire en de blauwe zijn de polaire satellieten. Je ziet, er hangt heel wat boven je hoofd. Tot ziens.